Wij zijn bezig om het macro-economisch plan te definiëren. En ik denk dat het onrealistisch is om te hebben mogen verwachten dat wij in 1 maand dit plan al gepresenteerd zouden hebben. Omdat dit gedegen discussies, gedegen rekenwerk en laat maar zeggen, goed over nadenken met zich meebrengt. En in dat proces zijn we samen met het IMF. Wij wisten vanaf dag 1 dat wij dit niet alleen zouden redden. En dat we daar hulp bij nodig zouden hebben. En de meest aangewezen instantie om die hulp aan te vragen is het IMF. Maar daarnaast ook de IDB, de Wereldbank en andere multilaterale organisaties die speciaal opgericht zijn om dit soort van hulp aan te bieden. Wij zijn in het traject met IMF om onze maatregelen die wij bedacht hebben, dames en heren, niemand anders, die wij bedacht hebben, om die met hen te bediscussiëren, om uiteindelijk te komen tot consensus, overeenkomst, zodat wij tot uitvoering van de hulp door IMF kunnen komen, dus de geldelijke uitvoering van die hulp, simpel gezegd, dat die gelden beschikbaar komen. Het traject met IMF, zoals het uitgezet is, moet ongeveer half december, en laat het een maandje uitlopen, uiterlijk half januari afgerond zijn. En laten we vasthouden aan half januari. Dat betekent dat half januari de board van IMF een approval moet geven over ons programma. En dan na approval komt er een financiële ondersteuning die wij nodig hebben om stabiliteit te creëren in onze economie. Onder andere om koersstabiliteit te creëren. Want ook daar wordt veel over gezegd. Koersstabiliteit heeft te maken met hoeveel vreemde valuta er in je economie, in de formele economie, laat me dat benadrukken, rolt, of hoeveel niet. En als je in staat bent om genoeg vreemde valuta te hebben, dan ben je in staat om je koers, of je munt, je lokale munt, ten opzichte de prijs van je lokale munt ten opzichte van andere munten te kunnen managen. U kent allemaal de historie over onze vreemde valuta reserves, laten we ze noemen de kasreserves, en in welke staat die zich nu bevinden. Wij zijn bezig om die weer op te bouwen. Laat me afsluiten door dit te zeggen. Wij weten wat we aan het doen zijn. Wij hebben goed nagedacht over het traject. Wij weten precies hoe dat traject eruit moet zien om herstel te creëren, om stabiliteit te creëren en vooral om groei te creëren, want die economie moet groeien. Daar hoeven we niet over te discussiëren. En we zetten instrumenten in. We zetten mensen in. En we zetten organisaties in. Binnenlands, buitenlands, die ons daarbij kunnen helpen.
ook vers. En iedereen die bereid is ons daarbij te helpen is welkom. Want wij zijn niet te arrogant om te zeggen, wij slaan hulp af. Omdat we beseffen dat dit een hele grote uitdaging is. En dat we daarbij, dames en heren, alle hulp bij nodig hebben. Ik heb eerder aangegeven dat het schuldenvraagstuk integraal wordt bekeken. Dus ook deze Oppenheimer 125 miljoen wordt meegenomen in dat schuldenvraagstuk. Alle leningen die Suriname heeft worden meegenomen. En dan zal dus straks na de gesprekken moeten blijken tot welke voorzieningen en faciliteiten wij zijn gekomen samen met de schuldeisers en of wij hoe onze renteaflossingen dan gestructureerd worden. Maar ik hoop dat u in de presentatie was. U heeft mij tijdens mijn presentatie horen zeggen, vragen aan de schuldeisers, een standstill. En een standstill houdt in dat we over een bepaalde periode even niets doen en in die periode praten om te komen tot nieuwe afspraken. Ja, dus en daar behoren dus deze twee obligatieleningen ook bij, maar ook andere leningen die gesloten zijn. Het is een IMF-plan. Laat die vergissing uit de wereld geholpen worden. Het is ons plan wat met IMF wordt overeengekomen. Dus het Nationaal Herstelplan is het plan wat wij aan IMF gaan aanbieden en waar wij consensus zoeken. En de hoofdonderhandelaar namens Suriname zit naast mij. Laat me direct bekendmaken, de heer Karel Eckhorst. Ondersteund door een heleboel andere deskundigen, ook van Lazard in dit traject. Maar het plan is een, zoals wij het noemen, een homegrown plan. En wij bediscussiëren onze maatregelen met het IMF en we laten zien dat wij welke positieve uitkomsten onze maatregelen leiden. Maar houdt u ook vast hoor, want ik wil dat ook benadrukken. In dat plan moet ook opgenomen, en is ook opgenomen, het sociaal plan. En dat sociaal plan, dames en heren, is vrij ruim. Heel erg ruim. Mensen beseffen dat vaak niet. Een heleboel van de besparingen die uit de maatregelen voortkomen, die worden weer teruggegeven vanuit het sociaal plan. De heer Karel Eckhorst kan dat bevestigen. Vrij ruim plan. Dus om uw vraag goed te beantwoorden, het is een Surinaams plan waar wij een IMF-stempel op willen hebben. En een IMF-stempel moet u vertalen als IMF gaat akkoord met de maatregelen die jij wil inzetten om je economie te herstructureren.